U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken vandaag dikke sluierwolken over het land. Af en toe schijnt de zon er doorheen en er zijn ook plaatsen waar de sluierwolken duidelijk wat minder dik zijn en dan heeft de zon iets meer ruimte. In de ochtend is het 14 graden, maar vanmiddag loopt de temperatuur veel verder op. Uiteindelijk komen de maxima uit tussen 21 en 23 graden. Het warmst wordt het in het zuidoosten van het land. We houden de mix van sluierwolken en opklaringen met wat zon tussendoor. Het blijft droog en er staat weinig wind uit het zuidoosten. Vanavond verandert er niet veel. Sluierwolken houden we. Temperaturen blijven lang behoorlijk hoog. 18 graden in de avond. En de wind is nog altijd zuidoost. Dan gaan we naar de nacht en dan begint de wind langzaam te draaien. Morgen wordt de wind zuid tot zuidwest, maar blijft zwak tot matig. Temperaturen opnieuw hoog, 22 of 23 graden. Lang droog met wat zon. Laat op de dag in het zuidwesten misschien een eerste bui. Dinsdag is de buienkans wat groter, hoewel in het westen van het land het vaak wel droog blijft, met daar ook de meeste zonneschijn. Woensdag nog een bui. Donderdag neemt die buienkans al snel af. De temperaturen gaan wel iets omlaag. Komen uit rond of net iets onder de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.